Hallo dames en heren, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Ik wil jullie wat zeggen. Vinden jullie deze video leuk? Like, abonneer en laat onder de abonnees halen. Nou, ik ga het over mijn scheenbeen hebben. Die heb ik in 2012 gebroken. En dat was een hele heftige tijd voor mij. En dat vond ik ook zo'n heftige tijd. Ik moest op krukken, ik moest geopereerd worden en zo. En dat was heel lastig en zo. En dat was een enorme moeilijke tijd. En nu ga ik jullie het verhaal vertellen. Nou, ik was een spelletje aan het doen met andere mensen. Aan het rennen. Okay, ik moest Rijnrot spelen met Sphinx. Jullie weten niet misschien wat het is, maar dat leg ik een andere keer nog uit. En ik moest mijn armbandjes scannen. En weet je wat er toen gebeurde? Ik moest Rijnrot spelen. Ik moest van het gras naar het hek. Nou, dat liep niet zoals gesmeerd, want het ging niet zo heel goed. Want ik rende, ik moest een rondje om de tafel rennen, toen weer terug. Toen gleed ik weer uit op het gras. Dat was echt niet fijn. Want toen moest iemand mij opkomen halen. Niet met de ambulance en zo, laten we daar het maar niet over hebben. Dus toen scheenbeen gebroken, toen eventjes wachten, moest ik naar het ziekenhuis. Hebben ze gips om mijn been gedaan. Moesten wel even wachten. En toen hebben we foto's laten maken. En toen, die dag daarna, moest ik geopereerd worden aan mijn scheenbeen. En dat is wel leuk, want ik heb het hier. Ik heb daar een klein dingetje van. En dit. Wacht maar. Ik pak het er even uit. Dit heb in mijn scheenbeen gezeten met dit. Wacht even. Dit heeft in mijn scheenbeen gezeten. Dit heeft in mijn scheenbeen gezeten. Enzovoort, enzovoort. En er zitten ook nog een paar schroefjes bij. Dit heeft in mijn scheenbeen gezeten. En dat was ook wel. Ik moest onder narcose, ik moest slapen en zo. En dat was ook wel een hele heftige tijd. Ook voor mam. Mam, als je dit kijkt, ik vond het voor jou ook een hele heftige tijd. Dat je mij met krukken en een rolstoel moest duwen. Dat was ook niet heel erg leuk. En 6 weken krukken, therapie. Daarna kreeg ik last van mijn scheenbeen. En daarna moest ik in 2013 weer geopereerd worden om deze dingetjes er weer uit te krijgen om weer een normaal leven te gaan doen. Normaal dat dit uit mijn scheenbeen groeide. En toen wat er toen gebeurde en wat er toen gebeurde, moest ik weer onder narcose. En toen moest ik even 24 uur van bandje om been. En dat was het wel. En toen mocht het er weer af daarna. En dat was ook weer best wel weer fijn. Maar ja, toen daarna moest ik een pleister op mijn scheenbeen. Ik heb er wel een litteken van. Ik zal mijn camera nu even omdraaien. Dan laat ik jullie het litteken even zien. Zover het kan. Moet ik wel even mijn schoen uitdoen. Maar dat lukt wel. Ik draai mijn camera nu even om. Tot zo. Dames en heren, dit is mijn litteken op mijn scheenbeen. Dat heb ik nog overgehouden aan de operatie van 2012-2013. Ik weet niet of jullie dat tegen kunnen, maar anders moeten jullie maar even kijken hoe we dat gaan doen. En ik draai nu de voorkamer mee om. Nou, vonden jullie deze video leuk? Like en abonneer. En als jullie dit interessant vinden en jullie vinden het leuk om naar me te kijken, doe duimpjes, laat het 100 abonnees halen en dan heb ik weer wat verteld over mij. Leven van 2012-2013. Oké, doei doei, groetjes Sven, like, abonneer, doe iets en laten we 100 abonnees halen. Doei doei, groetjes Sven, doei.